Teamsportservice West-Friesland organiseerde een bijeenkomst voor wethouders uit 7 gemeenten in deze regio. Marian van Kampen, Kocheland, José Vit, Medeblik, Simon Broersma uit Horen, Simone Visser uit Drechteland, Vincent Buis en Robert Tesselaar, beide uit Opmeer. Stedenbroek en Enkhuizen schitterden door afwezigheid. Ook van teamsportservice Jantine Kloppenburg was erbij. Paul Molenaar gaf de aanwezigen goede uitleg hoe ouderen nog actief kunnen zijn op de fiets. Wel of geen helm verplicht dragen op de fiets was een discussiepunt. Ook kwam te sprake waar er in de gemeente gevaarlijke plekken zijn. Vooral fietspaden waar op de ene plaats fietsers voorrang krijgen en op de andere plaatsen niet. Ook de plotselinge overgang van fietspad naar gewone weg was een voorbeeld. De provincie heeft een bedrag uitgetrokken wat wordt verdeeld met een gemiddelde van 8000 euro voor 2022. Er werden veel oudere inwoners bereikt omdat het fietsen een geliefd onderwerp is. Dit werd gedaan met kaarten zoals omkijken en afslaan in vraagvorm. Na de presentatie mochten de wethouders oefeningen doen op een fiets. Fietsen die door Fietsstunt Experience Store beschikbaar waren gesteld. Jan van Kampen, gemeentebelangen en wethouder nieuw in Kocheland. Ervaring? Nou, ik kan me voorstellen dat ouderen op de fiets moeite hebben met zulke bochtjes nemen en slalommen. En dat ervaar ik nu zo, ja. Je krijgt 8000 euro uit de subsidiepot van de provincie voor het begeleiden van mensen, ouderen in het verkeer. Zijn er gevaarlijke punten in Kocheland? Ja, er zijn zeker wel gevaarlijke punten. Ik weet, in Hensbroek is een chicane. En als je met een booster daar tussendoor wil, is het eigenlijk net te krap om daar veilig de route te volgen. Wat gaan jullie met die 8000 gulden doen in de gemeente Kocheland? Ik hoop dat ons team Sportservice deze boodschap ook oppakt. En ook het gesprek aangaat met de ouderen in Kocheland. Want wij hebben ook een teamsportcoach. Wat in Sint Joris een bijeenkomst organiseren in Berkhout? Ja, ik zou ze eerder adviseren om inderdaad bij de ouderenbonden langs te gaan. Of bij de seniorenflat of bij het winkelcentrum het gesprek aangaan met de mensen op leeftijd. Dan daar een bijeenkomst voor bij te organiseren. Maar ja, laat ik ook een beetje aan de jongens, aan de buurtsportcoach over. Ga lekker trappen. Ja, ik ga het nog een rondje proberen. Ik ga nu een achtje rijden. Dus ik hoop dat dat beter gaat dan de slalom. De gemeente Opmeer komt hier met 2 wethouders. Ja, dat klopt. Ja, het heeft raakvlak met het sociale domein, maar natuurlijk ook met de openbare ruimte en de veiligheid. En het is gewoon een leuk initiatief op Wereldfietsdag. Doortrappen. Ja, het is een heel mooi initiatief om mensen bewust te maken van de veiligheid die nodig is op de fiets. Maar ook ervoor te zorgen dat ouderen langer door gaan fietsen. Oppervlakte een grote gemeente, de gemeente Opmeer. Gevaarlijke plekken? Er zijn zeker. Voor de fietsers, hè? Ja, voor de fietsers, ja, zeker. Er zijn zeker de plekken die aandacht behoeven. Er komt ook wel weer een nieuw strategisch vervoersplan om te onderzoeken en te bekijken waar we dingen kunnen aanpassen. Het gemeentelijk verkeer en vervoersplan, dat ligt er natuurlijk al met wat knelpunten wat we gaan aanpakken. Ja, dus er zijn wel wat uitdagingen al bekend. We hebben een paar kaartjes gehad die je dus indicaties geven waar vooral dan de ouderen op moeten letten. Zou de jeugd ook niet eigenlijk een fietsinlichtingen moeten hebben? Op basisscholen wordt het natuurlijk wel al aangeleerd. Die kaartjes die met doorpakken worden gebruikt, die zijn wel heel interessant om de discussie op gang te brengen. Die discussie is goed voor jong en oud, niet alleen voor ouderen. Want de schooljeugd met z'n drieën naast elkaar, hè? Ja, heel herkenbaar beeld natuurlijk. Zelf vroeger uiteraard ook gedaan. Want dat is gezellig en dan is de veiligheid iets van minder belang. Maar daarom zijn die kaartjes ook zeker belangrijk voor het gesprek te voeren met de jong en oud.